Een heel eind. Kijk eens wat hier gebeurt. Dit is leuk, hè? Dit komt door het RIVM, want er kan natuurlijk niemand aan tafel komen om gerechtjes uit te serveren. Dus we hebben een drone die flappert rondom. Ilse de Wilde, onze keukenreporter, wat wordt hier naar binnen gevlogen? Moet ik het nou aanpakken? Ja, Dennis en Nigel, je hebt mij weten, het is geen camera. Dus we doen het alleen opgeluid. Maar we hebben hier dus die heerlijke poepboot. Ja, zullen we maar gelijk gaan brengen? Want er zit namelijk ook geheim ingrediënt in. Dennis en Nigel, ik sta hier ook met Dirk Krabbe. Wat is het? Het gerecht is geland. Wat zien we? Wat eten we? Tuurlijk. Het komt uit de lucht vallen. Ja, ik zie het. Daarin. Kijk, we komen hier. Oh, hij valt. Ja, pas op. Kijk, we komen hier ook met alle kleren. Pats. Nee, Pats is een ander bedrijf. Kijk, en andere gerechtjes worden op een lange ovenspatel binnengebracht, zodat we toch voldoende afstand kunnen houden. Oké, okay, nou kom maar binnen. Is het gerecht veilig aangekomen? Ja, het is gelukt. Het is gelukt, hartstikke mooi. Maar Nigel, Dennis, jullie mogen het gerecht uitserveren. En dan kan ik ondertussen aan de heer Krabbe van Stichting Eten en Welzijn vragen wat het geheime ingrediënt is. Want dat proef ik hier. Er zit een geheime ingrediënt in. Al die crèches waren overop. En daar hebben jullie iets ludieks mee gedaan. Want u heeft 10 nieuwe crèche recepten uitgevonden. Nou, Rob gaat daar straks nog wat meer over vertellen. Maar wat proef ik nu?